Dan worden er testen gedaan. Je noemt ze provocatietesten. Wat houdt er precies in? We laten de mensen eerst een uitgangslongfunctie blazen. Dat is maximaal diep in, maximaal diep uit. Dat noemen we de vitale capaciteit. En dan laten we ze pats in één keer alle lucht uitblazen die ze hebben. En dan kijken we hoeveel ze in 1 seconde uitblazen. Dat noemen wij de 1-seconde-waarde. Die 1-seconde-waarde gebruiken we als leidraad voor de eigenlijke provocatietest. Je kunt dan een aantal testen doen. Wij beginnen altijd met een metacholine-provocatietest. Metacholine is een stofje wat irriterend kan werken op de longen en luchtwegen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn. We laten de mensen dan in oplopende concentratie metacholine inademen en meten tussen iedere concentratie door weer die 1-seconde-waarde. Als die 1-seconde-waarde binnen het internationaal afgesproken traject 20% of meer daalt in longfunctie, dan heet de test positief te zijn en zal ik de mensen ook gaan behandelen. De tweede test is dat we ze ook een uitgangslongfunctie laten blazen met vitale capaciteit en 1-seconde-waarde. En dat we dan de mensen 6 minuten laten hyperventileren, waarbij we ze 30 maal hun 1-seconde-waarde op en neer laten blazen in één minuut. Dus stel iemand blaast 4 liter in 1 seconde uit, dan moet hij dus 120 liter per minuut 6 minuten lang ademen. En we zorgen dan wel dat het koolzuurgehalte in de inademingslucht constant blijft. Want anders zou de sporter binnen 15 seconden op de grond vallen ongeveer, want dan gaat hij hyperventileren. En dan meten we dus na die 6 minuten meten we ook weer op gezette tijden tot een half uur na de test of hun longfunctie daalt. En dan hoeft de longfunctie maar 10% te dalen in longfunctie. En daarvoor geldt hetzelfde. Hebben ze een positieve test, dan kunnen ze behandeld worden. Hebben ze een negatieve test, kun je kijken of je toch een andere test moet doen. Of moet je zeggen, ja, je hebt geen klachten, je hebt eigenlijk ook geen test die positief is. We doen voorlopig even niks. Want zeker die topsporters kunnen natuurlijk in het verloop van hun carrière aanvankelijk starten, ja, met een goede longfunctie en geen verhoogde reactiviteit. En door het sporten geleidelijk aan steeds meer klachten krijgen en dan uiteindelijk wel heel erg reactief worden. Dus het is ook nog wel wenselijk om die testen van tijd tot tijd weer eens te herhalen. En als ik nou een sporter ben die heel graag op medicatie wil, en ik ga, is de test te frustreren dat je hem nept? Nee. Ik denk dat als je mensen een test laat uitvoeren op een als goed bekend staand laboratorium, ja, dan kun je aan de curves, want we laten altijd curves meelopen, dan kun je aan de curves die we laten meelopen zien of iemand wel of niet zijn best heeft gedaan en wel of niet de boel heeft verstierd. En ik moet je zeggen, ik heb dat eigenlijk nog nooit gemerkt. Het is wel zo dat niet iedereen even goed in staat is om in opdracht een bepaalde longfunctie uit te voeren. En als wij zien dat dat niet kan en of dat iemand heel erg wisselend blaast, we doen eigenlijk altijd 3 pogingen, die moeten binnen 5% van elkaar liggen qua 1-seconde-waarde betreft. Ja, als ze dat niet kunnen, ga ik ze ook geen provocatietest aandoen. Want dan weet ik niet of de daling in longfunctie komt omdat ze gewoon slecht blazen of omdat er werkelijk een vernauwing in de longen optreedt. Nou, en de derde test die je zou kunnen doen, wat verderweg de makkelijkste test is, is een uitgangslongfunctie, weer vitale capaciteit 1-seconde-waarde, dan een luchtwegverwijderend middel geven en dan na 10 minuten of een kwartiertje of 20 minuten, afhankelijk van de luchtwegverwijder die je geeft, de test herhalen. En als iemand dan 15% of meer verbetert ten opzichte van de uitgangswaarde, heet de test ook positief te zijn. Die test kan door sportartsen worden gedaan of door huisartsen. De eerder genoemde 2 testen kunnen alleen maar door longartsen worden gedaan. Maar het probleem is dat die laatste test, een reversibiliteitstest,
is alleen maar positief als jouw uitgangswaarde niet optimaal is. Maar wat ik al in het begin heb gezegd, is dat heel veel topsporters hebben gewoon een picobello uitgangslongfunctie. En verbeteren helemaal niet meer op een luchtwegverwijderd medicijn. Ze dalen alleen op toegediende prikkels. Dus wel als advies, als jij als sporter klachten hebt. En als jij bij een sportarts of een huisarts bent geweest die een uitgangslongfunctie heeft geblazen en zegt... Goed jongen, niks aan de knikker, dan zou ik dat niet vertrouwen. Want, nogmaals, het merendeel heeft een goede uitgangslongfunctie. Dus dat zegt helemaal niks. Dat bevestigt alleen maar ja, dat hij wel in staat is tot het leveren van topprestaties. Maar je moet juist dan kijken of er niet sprake is van zo'n verhoogde reactiviteit van de luchtwegen. En sommige mensen hebben... als klachten van EIB en EEA bijna niks, heb ik ook al gezegd. Sommigen hebben echt periodes met kortademigheid, met name na inspanning, al dan niet gepaard gaan met hoesten. Maar er zijn ook die zeggen, ja, er zat een soort dip in mijn carrière, mijn conditie leek achteruit te gaan, ik leek een beetje overtraind te zijn, ik voelde me gewoon niet lekker. Dan denk ik altijd, nou, dat is heel verdacht, kom maar eens langs.